De politie is op zoek naar een man die voor een overval een panty over zijn hoofd had getrokken. Een groene panty. Hij gaat de tabakzaak binnen, hier aan de Slinge in Rotterdam, maar komt van een koude kermis thuis. Tabakshop Slinge, aan de Slinge in Rotterdam-Zuid. De winkel op nummer 25 verkoopt niet alleen sigaretten, maar achter in de winkel huist ook een kapperszaak. Op 26 september vorig jaar komt een man de winkel binnen. Hij komt nog voor sigaretten, nog voor een knipbeurt. Overvaller had een groene panty over zijn hoofd en vermoedelijk een vuurwapen in zijn handen. Hij riep naar de medewerker die achter de balie stond om geld. De medewerker twijfelde geen moment. Hij pakte een kruk en sloeg daarmee de overvaller op zijn hoofd. De overvaller kwam daarmee ten val en is direct daarna de winkel uitgevlucht. De man graait achter de toonbank, maar dan grijpt de medewerker in. Zonder buit rent hij de winkel weer uit. Wat opvallend was aan de overvaller is dat hij een donkerkleurige vest droeg met aan de achterzijde een opdruk van een kompas met de letters N en S. Hij had ook nog groene latex handschoenen aan. Dat in combinatie met zijn groene panty maakte een opvallende verschijning. Het gaat om een negroïde man van ongeveer 1,80 meter. Hij heeft een slank postuur met brede schouders. Vergeet ook niet dat de overvaller gewond is geraakt aan zijn hoofd tijdens de overval. We willen graag deze verdachte aanhouden. We willen daarom weten of dat er mensen zijn die deze verdachte herkennen of kennen. Of in deze periode iemand kende met een flinke wond aan zijn hoofd. En verder is alle informatie over deze overval welkom, dus neem contact op met de politie. Heeft u tips in deze zaak? Bel dan met de politieeenheid Rotterdam via telefoonnummer 0900 8844. Als u anoniem wil reageren, dan kan dat ook. Meld misdaad anoniem 0800 7000.